Ja, Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Hier wij vormen samen uw huis, het lichaam van Christus. Hier op deze wereld, dank u wel dat u ons vergeven hebt. Dat u ons gered en verlost hebt. Dank u wel dat u ons genezen en bevrijd hebt. Dank u wel, Heer, dat u vele beloften aan ons gegeven hebt. Heer, en u roept ons, Heer, om dat levende water hier op te vangen vanuit uw troon en door te geven aan hen die dorstig zijn. Aan hen, Heer, die kapot zijn. Aan hen die gebroken zijn, Heer. Aan hen, Heer, die gebonden zijn. Vader, we bidden, Heer, dat u ons reinigt. Wij verlangen naar echtheid. Heer, we verlangen, Heer, naar dat uw gemeente, uw kerk, echt puur en echt rein zal zijn. Heer, we bidden om uw zegen. We bidden om uw overvloedige zegen deze twee dagen. We danken u dat u ons bij elkaar gebracht hebt. Heer, en we willen u aanbidden in alles wat we doen vandaag en morgen. In alles wat we zeggen. We bidden dat u, Jezus, en het wonder van het kruis centraal zullen staan deze dagen. En dat uw geest mag werken om te laten zien, Jezus, dat u dezelfde bent. Amen. 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 Een heerlijk lied. Een heerlijk lied. Jullie mogen even gaan zitten. Nee, doe het nog even niet. Doe het nog even niet. Nee. Wij komen uit meer dan 100 verschillende kerken en gemeenten. En wij horen bij elkaar. Anders waren we hier vandaag niet. God heeft ons bij elkaar gebracht. En we gaan genieten deze twee dagen. Amen. Ja. En misschien is het daarom even goed om elkaar te groeten. Voor, achter, links, rechts. En boven nu misschien ook. De techniek zit boven. En wens elkaar het goede van God. Wens elkaar het goede van God toe. Het is heerlijk om als lichaam van Christus bij elkaar te zijn. Zo veelkleurig. Dat laat iets zien van de veelkleurigheid van God. Gerdien, mag ik jou uitnodigen? Gerdien, om naar boven te komen om wat mededelingen te doen. Ik nodig jullie uit om te gaan zitten. Goedemorgen allemaal. Nee, dat is goed. Het is fijn om hier te zijn en om jullie hier vandaag te mogen ontmoeten. We hebben lang naar deze dag toegewerkt en mijn hart is vol verwachting. Ik hoop dat u dat met mij kunt zeggen. Ik heb een aantal praktische dingen die ik toch even moet zeggen. Er wordt ons vriendelijk verzocht om in de grote zaal niet te eten en te drinken. Hierachter is een fantastisch mooie ruimte waar dat kan. Ik zou jullie allemaal ook heel vriendelijk willen vragen om jullie mobiele telefoons uit te zetten. Ja, doe dat maar even allemaal. Bij het binnenkomen hebben jullie allemaal twee mappen gekregen. Samen is dat het handboek waaruit lesgegeven wordt de komende dagen. Dit handboek wat jullie gekregen hebben is een leenexemplaar. Ik zou jullie weer vragen om daar niet in te schrijven. Als u het aan wilt schaffen, dan kan dat in de pauze bij de boekentafel door een licentieformulier in te vullen. En u kunt dan ook het handboek betalen en dan mag u alles in het handboek schrijven wat u wilt. Maar tot die tijd liever even niet. Ja? Dat was het eigenlijk. Voor nu. Wauw. Dan nodig ik jullie uit om je Bijbel te pakken. Ik hoop dat je een Bijbel bij je hebt. En om te gaan staan. En dan gaan we opzoeken op Psalm 103. En terwijl jullie dat opzoeken, wil ik alvast de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeer hier heel hartelijk bedanken. Dat wij hier te gast mogen zijn. En de manier waarop we hier ontvangen zijn, laat iets zien van de liefde van God. En dat vinden wij geweldig en daar willen we jullie al voor bedanken. Fantastisch dat we zoiets mogen zien van Jezus in jullie. Ja, daar mogen we wel alvast voor klappen, want we zijn hier allemaal te gast. Dankjewel. Zullen we gaan staan? Jullie staan, de meesten staan op Psalm 103. En dan gaan we de eerste verzen, de eerste, even kijken, 5 verzen gaan we hardop voorlezen met elkaar. Want is het goed dat we het woord van God hebben en hardop lezen. Wij zijn het een beetje kwijtgeraakt in onze cultuur. Maar hè, zoals we nu bij elkaar zijn, mogen we dat dan opnieuw
weer terug veroveren. Laten we het maar gewoon hardop lezen. Ongeacht welke vertaling je hebt, maakt niet uit. Ja? En je ontdekt vanzelf aan welke vertaling ik heb. Laten we dat doen. Vers 1, daar gaat hij. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Amen. Heerlijke woorden van God. Ik ben zo blij met de Bijbel, met het woord van God. En dat je mag leren te zeggen tegen je ziel. Hey, ziel van Wilkie, ga de Heer maar loven. Ga God maar prijzen. Ga hem maar aanbieden. Hoe je ook voelt, in welke situatie je ook zit. En we maken soms hele moeilijke situaties mee. Hè? En dan is het goed om vanuit je geest te zeggen in geloof. Hey, ziel van Wilkin, vul je eigen naam maar in. Ga de Heer maar loven. Hè? Loof hem. Loof hem. Dat gaan we zo meteen nog een keer doen. Hè? Dat is goed om dat te zeggen. En dan staat er, vergeet niet één van zijn weldaden. Dat is goed dat we spreken over de dingen die God al gedaan heeft. Dat geeft ook verwachting voor wat God nog wil gaan doen. En het is heel belangrijk dat het lichaam van Christus altijd verwachting heeft van wat God gaat doen. We moeten het niet invullen, kunnen we ook helemaal niet, maar we mogen het wel verwachten. En ik denk zelfs dat we het moeten verwachten. Want God zegt, verwacht dat ik in jullie midden ben. En dan noemt David 5 dingen op. 5 dingen die hij in zijn leven heeft ervaren. Hij zegt in vers 3, die de God die vergeeft. Hij is de God die vergeeft, die al mijn ongerechtigheden vergeeft. Dan zegt hij, die mijn ziekten geneest. Dan zegt hij in vers 4, die mijn leven verlost van het graf, van de dood, de kwellingen van de dood. En dan zegt hij, die mij kroont met goede tierenheid. Ja, goede tierenheid kun je vertalen als liefde die nooit ophoudt. Daar kroont hij mij mee en met barmhartigheid. En die je ziel verzadigt met het goede. Hij spreekt dus hier 5 woorden uit over God. Hij zegt, mijn God is de God die vergeeft. De God die geneest. Vers 4, de God die verlost. De God die mij kroont. En de God die mijn ziel verzadigt. Dat is mijn God. En dat geeft dus verwachting. Daarom moet je tegen je ziel zeggen, ziel, spreek dat maar uit. En dan zeg je ziel tegen je lichaam, spreek het maar uit. Weet u, ik ben lichamelijk op dit moment helemaal niet fit. Ik heb een ontsteking ergens in mijn lichaam en dat doet zeer. Ja? En dan kan ik dus gaan zitten en ik kan ook gaan zitten kniezen. Ja? En ik kan zeggen van, nou, mijn ziel kan heel triest worden. En heel, zeg, nou, mijn lichaam doet zeer, dan gaat mijn ziel... Nee, mijn ziel, ja, of mijn geest richt zich op God. En dan ontvang ik woorden van God. En dan zegt mijn geest tegen mijn ziel, Wilkin, sta op. En ga God maar loven. Ondanks je pijn die je misschien nu voelt in je lichaam. Ja? Want, en vergeet niet één van zijn weldaden. En Wilkin, mijn ziel zegt dan tegen het lichaam, Wilkin, spreek het maar uit. Spreek zijn weldaden maar uit. Maar, dus dit geldt nu even speciaal voor mij. Dus even niets over jouw situatie. Over uw situatie. En als je het goed vindt, zeggen we vanaf nu gewoon jij en je. Want we zijn allemaal één grote familie. Dat vind ik altijd heerlijk. Ik geniet van deze dagen. En we zijn met meer dan 100 verschillende kerken en gemeenten bij elkaar. En ik kijk altijd naar die veelkleurige lijst en denk ik, ja, ze zijn er weer allemaal. Ze zijn er weer allemaal. En we voelen ons daar zo gelukkig mee. Ja? Maar laten we deze woorden nog een keer uitspreken. En dan doen we het zo. Dan gaan we het een beetje in beurtzang doen. U mag het uitspreken, hoeft het niet te zingen. Als u dat wil, mag dat van mij. Maar dat hoeft niet. De vrouwen zeggen elke keer, loof de Heere mijn ziel. En dan zeggen de mannen het tweede stukje. En dat doen we 2 keer. En dan zeggen we, roepen we met elkaar die weldaden van God, roepen we uit.
over de komende 2 dagen. Zullen we dat doen? Ja, want onze jaartekst als gemeente, we zijn een regio-christelijke gemeente, het is een Duits-Nederlandse gemeente. Ons jaartekst is: God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. En ik hou van die tekst. Zo van, ik kan bidden wat ik wil, ik kan bedenken wat ik wil, maar God kan oneindig veel meer doen. En hij wil het ook doen. En we mogen die verwachting hebben, ook deze dagen. Maar dan gaan we het uitspreken. Dus de zusters, de vrouwen, gaan beginnen. Vrouwen, bent u er klaar voor? Ja? Oké, laat me horen, vrouwen. En de mannen. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Vrouwen. En vergeet niet één van zijn weldaden. Samen. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Amen. Heerlijk, hè? Nou, dat heb je wel ontvangen vandaag. We kunnen wel naar huis gaan. Ik vind het dan zo geweldig. Nou, ik nodig je uit om te gaan zitten. Heel hartelijk welkom. We zijn heel blij dat we 2 dagen met elkaar mogen optrekken. En het is een basisseminar. Maar toch is elk basisseminar weer anders. En dat zal ook nu zijn. Het zal net weer een iets andere insteek hebben. Andere accenten. Ik wil eerst eens even met jullie opzoeken Markus 6. Markus 6 vers 34. Gewoon. Het gaat me eigenlijk om 1 klein zinnetje. En daar staat er: toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. Als ik Jezus zie, dan zie ik een man die bewogen is. Dan zie ik een man die liefde van God heeft en de liefde van God wil delen met andere mensen. En dat willen wij ook. Dat willen wij ook. En daarvoor zijn wij allemaal geroepen. We leven allemaal, voor zover ik dat kan zien, in Nederland, Europa. Misschien België, ik weet het even niet. Maar de meeste van ons gewoon in Europa. Ja. En Europa, ja. Europa heeft Jezus nodig. Europa heeft weer het kruis nodig. Het is weer belangrijk dat kruis weer gepredikt gaat worden in onze kerken, in de kerken van Europa. Het is belangrijk dat Gods geest weer de ruimte gaat krijgen in onze kerken. Maar het begint met dat we bewogen worden. Bewogen voor mensen. En we gaan nu in dit basisseminar basisdingen leren. Basisdingen. Maar ik geloof dat u gekomen bent omdat u bewogen bent. Als we zien hoeveel mensen occult belast zijn geraakt. In Europa, dat is meer dan ooit tevoren. Het is natuurlijk altijd wel veel geweest. Afgoderij, toverij, waarzeggerij, raadplegen van de geesten van doden. Of wat ze dan denken dat het geesten van doden zijn. Het is er altijd geweest. En tot Jezus terugkomt zal het er ook zijn. Maar we zien gewoon dat mensen teleurgesteld zijn geraakt in de kerk. Wat onder meer te maken heeft met het feit dat ook de kerk de bovennatuurlijke kracht is kwijtgeraakt van God. En dat heeft te maken met de verlichting. In de verlichting zijn het notabene de christelijke theologen die gezegd hebben: God is niet almachtig. God is niet alomtegenwoordig. En God is niet alwetend. En we hebben God klein gemaakt. Dat komt uit Europa voort. Als ik naar Afrika ga, zie ik dat niet. Dan geloven ze in een miracle working God. In een God die krachtig is en die grote dingen kan doen. Als je in Azië komt of in Zuid-Amerika, het maakt niet uit. Men gelooft dat God oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Maar Europa heeft God klein gemaakt. Europa, de theologen, hebben God klein gemaakt. En ik geloof dat God ons oproept om hem weer groot te maken. Ja, want als we geloven dat we een grote God hebben, dan kan hij ook grote dingen doen. Als we belijden dat wij een grote God hebben, dan kan God ook grote dingen doen. Ja, en dat is niet oppeppen, dat is ook niet elkaar voor de gek houden, dat is God ruimte geven.
En God mag het altijd doen zoals Hij het wil. En waar Hij het wil en wanneer Hij het wil. Dat is helemaal zijn zaak. Maar ik geloof dat Hij het kan. En dat Hij het ook wil. Ja. Bewogenheid. Bewogenheid. Dat de kerk weer antwoord krijgt. Ja. Om de vele mensen die gebukt gaan onder de gevolgen van de zonde. Die gebukt gaan omdat ze occult belast zijn geraakt. Waardoor ze gebonden zijn geraakt. Waardoor ze onder een juk terecht zijn gekomen van Satan. Met alle gevolgen van dien. En ze horen stemmen. En ze zien waanbeelden. Ja, het is verschrikkelijk. En we krijgen zoveel, vaak telefoontjes. Ook gisteren een voorganger die zegt, ik heb een jonge knul. En hij hoort stemmen. Hij wil er een eind aan maken. En we weten niet wat we doen moeten. Maar wij kunnen niet heel Nederland door gaan bidden. Dat is onmogelijk. En God roept ons om mannen en vrouwen klaar te maken. Mannen en vrouwen die een bewogen hart hebben voor mensen. Die nog kunnen huilen om de situatie van Nederland. Die nog kunnen huilen omdat mensen, mannen en vrouwen en jonge mensen kapot gaan. Gewoon door de, gewoon uitgebuit worden. Kapot gemaakt worden. Die een bewogen hart hebben, die zeggen, en ik wil er zijn. Ik wil een lichtend licht zijn, ik wil een zoutend zout zijn. Ik kan het niet, maar God, u kunt het wel. En uw geest woont in mij. En u mag mij gebruiken als een instrument. Daarvoor zijn wij hier. Dat is de bedoeling ook van dit seminar. Het is een basisseminar, ik ben heel blij. Ga even staan, Erika, wil je even gaan staan? Erika is een van zijn medewerkers en zij gaat het dit jaar 80 mensen, iets meer dan 80 mensen uit verschillende kerken. Baptisten, volle evangelie, christelijk gereformeerd, dat maakt niet uit waar ze vandaan komen. Trainen om teams te vormen. Ja? Teams te vormen, over kerkmuren heen. In een stad, samen als kerken. Ja? Verantwoordelijkheid gaan nemen, samenwerken. Om deze mannen en vrouwen die gebonden zijn, de vrijheid van Christus te brengen. Ja? En zij gaat dat doen. Teams vormen, want dat hebben we nodig. Nou, dit is een basisseminar. Waarin we jullie onderwijs geven over de basisdingen. Dus het blijft wat simpel. Het blijft wat eenvoudig. Maar dat moeten we ook blijven. Sowieso. Want als u niet meer kan volgen, steekt u uw hand omhoog en dan ben ik op de verkeerde weg. Want een kind moet er wel eens kunnen doen. We hebben een tijdje gehad, een jongetje van hoe oud was hij? 6, 7 jaar. En hij vroeg in onze eigen kerk. Als we dan gingen bidden voor de mensen, vroeg hij, welk kind mag ik met je mee bidden? Een jongetje van 6, 7 jaar. En dan gingen we bidden voor de mensen, voor de zieken, maar ook voor de gebondenen. Nou, en dan gebeurt er van alles hoor, dat mag u weten. Want als Gods geest begint te werken, dan gebeurt er van alles. Dat was in het leven van Jezus zo. En als het goed is, is dat ook in het leven van ons zo. Want we hebben een nieuw hart gekregen, het hart van Jezus. En we hebben zijn geest gekregen. Een nieuwe geest is de geest van Jezus. En Jezus zei, als je in mij gelooft, zullen jullie de dingen doen die ik heb gedaan, zullen jullie ook doen. Dus simpel, heel eenvoudig. Dus als je gelooft, dan zegt Jezus, jullie zullen het ook doen. En dan zeggen we, ja, maar dat kunnen we helemaal niet. Nee, dat kunnen we ook niet. Dat jongetje van 6 kan het ook niet. Maar God die in ons is, hij kan het wel. Hij kan het wel. En daar mogen we op vertrouwen. En als er dan mensen komen die stemmen horen of allerlei waanbeelden zien. Of, ja, dan is het best ook wel goed om ook misschien mensen die in de professionele hulpverlening zitten daarbij te betrekken. Arie wil even gaan staan. Arie is psychiater. Ja. Maar bovenal zegt hij altijd, ik ben niet psychiater. Ik ben gewoon een kind van God. Ja. En hij heeft het zelfs, hij vindt het wel eens moeilijk om psychiater te zijn. Want weet je wat hij zegt? Al die pilletjes die wij maar voorschrijven, het helpt niks, verandert niks. En, hè Arie? Nou, verandert niks. Maar te weinig. Het vlakt af. Je gaat de situatie beheersen, je onder controle brengen. Maar het probleem wordt niet opgelost. Ja? Maar het is goed om samen te werken. Ja? Maar bovenal, als God u deze mensen toevertrouwt die in stemmen horen of gebonden zijn, of weet ik wel wat voor manifestaties. Ja? Als God ze aan u toevertrouwt, dan zal God er ook voor zorgen dat hij u de wijsheid geeft. Dat hij u de liefde geeft. En dat hij u de kracht geeft om met deze mensen op pad te gaan, zodat ze helemaal vrijkomen. Dat mag u echt geloven. Anders stuurt God ze echt niet naar u toe. Echt niet. Ja? En voor alles is een eerste keer, lieve mensen. Voor alles is een eerste keer. Jezus, maar hebben we nooit gedaan. Nou, voor alles is een eerste keer. Was het voor ons ook.
De eerste keer dat het mij overkwam, toen dacht ik, wat gebeurt hier? Dat was iemand die begon als een pingpongbal, die begon op en neer te springen. Als een pingpongbal. En de wangen gingen ook heen en weer. Dat kon je niet, ja, je kon het wel filmen en dan moest je de slow motion terugdraaien om te zien wat er werkelijk gebeurde. Ik denk, wat gebeurt hier? Ja, maar, en toen dacht ik ook, dat is helemaal fout. Heb ik niet goed gedaan? En heb ik het wel goed gedaan? En de volgende morgen belde die persoon op. En mijn vrouw neemt meestal de telefoon op. Het is al 10 jaar geleden, geloof ik. En toen dacht ik, oh nee, daar heb je het. En nu krijg ik een hele lading over me heen. Van nou, dit is niet goed en dat was niet goed. Maar het was een heel ander verhaal. Een heel ander verhaal. Ze getuigde van wat God gedaan had. Ze had een verdikking, een steeds groter wordend gezwel in haar wang. Ja. En daar was ze heel erg bang voor. Ja. En waarom gingen die wangen zo heen en weer? Nou, omdat God haar bevrijd heeft van dat gezwel. Hij heeft haar onder andere ook genezen van dat gezwel. En dat was in één keer was dat weg. Ja. En ik dacht, ik heb het niet goed gedaan. En ik dacht, het is de eerste keer. God, dit is mijn eerste keer. Ja, zegt God, dan ben ik extra genadig. Dus als jouw eerste keer komt, als jullie eerste keer komt, ja, hey, zeg, oh geweldig, nu zal God extra genadig zijn. Want wij kunnen het toch niet zelf hoor. He? Zeg dat maar tegen jezelf, ik kan het niet zelf. Kan je echt niet hoor. En dat blijven wij zeggen. Weet je, dit ene zinnetje, en dan gaan we snel beginnen. Aan het eind, in Markus 6 vers 34. En hij begon, Jezus begon hen, vele dingen te leren. Nou, dit seminar, bestaat uit 6 blokken onderwijs. En ik ga u best wel veel leren. En misschien gaat het ook wel een beetje snel. Maar het wordt opgenomen, je kunt het weer terugluisteren. En ook de vorige seminars zijn opgenomen. En die kan je ook terugluisteren. En je kan het handboek kan je aanschaffen. En daar staat echt gigantisch veel informatie in. Gigantisch veel. Kort en bondig. En praktisch. Geen methode, want wij geloven niet in methodes, maar het zijn geestelijke principes, het zijn geestelijke sleutels. En ik kan u de sleutels van mijn auto geven, van mijn Opel Zafira. En ik zeg u, als u het in het contact stopt en u draait, hoe heet dat ding om, de sleutel om. Ik ben niet zo technisch. Ja, en u draait de sleutel om. Nou, ik kan het niet 100% garanderen natuurlijk, maar de kans is bijzonder groot dat de motor aanslaat. Of u nu de sleutel omdraait, of ik. Ja, de energie die dan vrijgezet gaat worden, ja, is afhankelijk van die sleutel. En wat we gaan doen, we gaan die sleutels geven. En ik kan u maar één ding op het hart drukken. Als, ja, zorg dat je wijsheid vergaart. Zorg dat je sleutels vergaart. Zorg dat je kennis krijgt over hoe zit de geestelijke wereld in elkaar. Daar gaan we straks over praten. Ga kijken van, heer, welke sleutels heb ik nodig? Ja, om mensen te helpen, geestelijke principes, die moet je kennen. En dan zal de Heilige Geest ze je te binnen brengen op zijn tijd. En dan kun je ze toepassen. En dan ga je enorm veel plezier beleven in het feit dat je getuige mag zijn dat God mensen geneest, vergeeft, geneest, verlost. Hij kroont hen en nou, alles wat we net gelezen hebben, dat gaat hij doen. Hebt u daar zin in? Dat willen we en daarom zijn we hier. Dus we gaan veel dingen leren. Ja? Goed, het eerste blok is anders dan staat aangekondigd. Nou, niet meteen weglopen allemaal. Wat staat er op het eerste blok? Kan een christen gebonden zijn? Oké, gaan we wel aankaarten. Ja? Dat staat in hoofdstuk 9, geloof ik, klopt dat? Ja. Uit mijn hoofd. Het is een basisseminar over bevrijdingspastoraat. Wij maken scheiding tussen, ja, ik noem dat altijd de spontane bevrijding en bevrijdingspastoraat. Wat is het verschil? Nou, het verschil is dit. Je bent in een samenkomst of je loopt op straat. Jezus gebeurt het ook gewoon op straat. En je loopt gewoon bij de mensen, tussen de mensen, en je houdt van mensen. En dan gebeurt er opeens iets. Hij die in jou woont, is meer dan die in de wereld is. Dat staat in 1 Johannes 4.
En het licht dat in ons is, is sterker dan de duisternis in de wereld. En dan kan het een spontane confrontatie opleveren. Je praat niet met mensen, je raakt ze niet aan, maar in één keer vliegen er vier stoelen de lucht in. En dan ligt er iemand op de grond te kronkelen met schuim op zijn mond. En dat is geen aanval van epilepsie, want dat heb ik gehad, ik weet dat. Ja, heeft God me van genezen. God is groot, God kan oneindig veel meer. Ja? Dat zijn de spontane bevrijdingen. En ik moet u zeggen, ik vind dat wel bijzonder. En ik hou er ook wel een beetje van. Weet u waarom? Want dan wordt de onzichtbare wereld wordt zichtbaar. En dat is nodig. Ik herinner me, er was een kerk en die nodigde hem uit. En ze zeiden maar, bevrijding, dat is niet nodig bij ons. Want we hebben geen gebonden mensen. En, nou, dus, dat vond ik heerlijk. Ik dacht, dan kom ik in de hemel. Dat zal hemel zijn. Nou, dat was het ook. We hebben een hemelse tijd gehad met elkaar. En ik weet niet meer waar ik over gepreekt heb. Ik geloof dat ik over de passie van Jezus gesproken heb. Dat zit er dik in. En daar spreek ik namelijk graag over. En ik deed een uitnodiging en er kwamen mensen naar voren. En ik stond een man ook voor. En ik leg alleen maar mijn hand zo op zijn schouder. En er komt een oerbrul uit die man. En zijn ogen beginnen weg te draaien. Zijn handen gaan zo omhoog. En er kwam een hele donkere stem in. En toen dacht ik, aha. Ik zei, Heer, u wilt ze iets leren. Ik was ook wel een beetje, het was mijn vlees wat dan reageert. Zo van, hè, lekker pu. Zo van, nu zullen jullie zien. Ja, als je dat zegt, dan moet God niet uitdagen natuurlijk. Er zijn geen gebondenen in onze kerk. Ik heb een keer gezegd, in ons dorp, we wonen in een dorp. Hè. Ik zeg, wij hebben geen daklozen in ons dorp. En dat, nou, ik ken ons dorp echt. Ik ken ons dorp. En volgens mij hadden we ook geen daklozen. Maar de volgende dag lag er een dakloze voor de kerk. En de secretaresse belde op. Wilkie, helemaal enthousiast. We hebben een dakloze. En ze hebben zich erop gestort. En ze hebben hem gewassen. En ze hebben hem geknipt. En ze hebben hem schone kleren gegeven. Hij heeft zijn hart aan Jezus gegeven. En de buren die belden zo van naar het kantoor. En ze zeiden, er is een dakloze naast de kerk. Ja, zei het kantoor. Fijn, hè? Maar zij maakten zich zorgen. Dus je moet nooit dat soort dingen zeggen. Ik zei het ook, het is niet goed. Als je zegt, we hebben geen gebonden, dan gaat God ons leren. Zeg God, open je ogen, zegt God. Ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Nou, het was best wel heel confronterend voor deze man. En God zette hem zo snel vrij van dingen uit zijn leven. Ja? En daarna ben ik natuurlijk ook naar deze man toegegaan. Zo van, joh, dat was best wel even confronterend voor de hele, ja, voor de hele gemeenschap. Dat is niet, daar moeten we oog voor hebben. Begrijpt u dat? Daar moeten we oog voor hebben. En de liefde van God en de barmhartigheid van God staat centraal. Altijd. Als je niet de liefde van God in je hart hebt, moet je geen woord spreken. Als je ogen niet stralen van de liefde van God, moet je niet om onderscheiding van geesten vragen. De liefde van God moet uit je poriën stromen, zeg ik altijd. Soms zeg ik, nou laat ik het vandaag ook zeggen, de liefde van God moet je neus uitkomen. Maar op een goede manier. Dat de mensen proeven de liefde van God. Liefde voor God, maar ook liefde voor mensen. Als je dat niet hebt, moet je niets doen. Dan moet je eerst het bos ingaan en zeggen, God geef me liefde. Geef me liefde voor mensen. En we hebben het zelf niet. Ja, we hebben het zelf niet. Ik ben van nature heel ongeduldig. Ja, dus ik moet het echt van hem ontvangen. Kent u dat ook? Ja? Ja? Goed. Nou. Dat is dus een spontane bevrijding. Maar we spreken ook in deze twee dagen over bevrijdingspastoraat. Dat betekent dat we in de kerk, er komen mensen tot geloof. En sommigen zijn al 20 jaar geleden tot geloof gekomen. Maar ze lopen vast in een relatie met God, in relatie met mensen. En we weten het niet. Alles is gebeurd. Alles is gedaan. Dachten we. Ja. Maar mensen zijn gebonden geraakt. En dan mogen we ook mensen de bevrijdende boodschap van Jezus verkondigen. Wat we net ook gelezen hebben al in Psalm 103. Die u verlost van de groeven, van het graf, van de dood. En dat is bevrijdingspastoraat. En daar spreken wij dus over de komende dagen. En waar ik nu in blok 1 over wil spreken is
het onderwerp strijd op drie niveaus. De strijd die er is, vindt op drie niveaus plaats. Geestelijke strijd. En wij moeten wel heel goed in de gaten houden op welk niveau wij de geestelijke strijd strijden. Nou, een hele bekende tekst, die gaan we snel even lezen. Efeze 6, vers 18. Ik denk dat de meesten van jullie die tekst wel kennen. Efeze 6, vers 18. Daar staat: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En daarom moeten we de wapenrusting van God aandoen om stand te kunnen houden in die strijd. Er staat hier, wij hebben te worstelen. Er vindt een oorlog plaats. En inderdaad, een oorlog in de geestelijke wereld. Daar zullen we vandaag en zeker vanmorgen meer duidelijkheid proberen te geven. Toch staat hier, we moeten niet worstelen tegen ons eigen bloed en ons eigen vlees. En dat is het eerste niveau waar toch wel een strijd plaatsvindt. Alleen, wij moeten die strijd eigenlijk niet strijden. Hè? Wacht even. Er vindt een strijd plaats in mijn vlees, ja. Maar we moeten die strijd niet strijden. Ja, dat klopt, die moeten we niet strijden. Maar die strijd vindt wel plaats. Dat is de strijd tussen de twee naturen. Tussen de twee naturen. Nou, ik denk dat daar te weinig over gesproken wordt. Over die strijd tussen die twee naturen. Wat bedoel ik daarmee? De Bijbel zegt dat wij een zondige natuur hebben. Een zondige natuur. En met die zondige natuur worden wij geboren. Jezus is niet met een zondige natuur geboren. Jezus is met een goddelijke natuur geboren. Daarom is hij ook geschapen door God in de baarmoeder van Maria. Ja, zonder dat daar een man bij betrokken was. Want God zei dat kan niet. Want als een man en een vrouw elkaar lief hebben, intiem zijn, dan dat kind dat daaruit geboren wordt, heeft toch een zondige natuur. Heeft een zondige natuur. De Bijbel noemt dat vlees, de oude mens. Veel christenen denken, ik heb een zondige natuur omdat ik gezondigd heb. Maar dat is niet waar. De Bijbel leert in Romeinen 7, ja, dat wij zondigen omdat wij een zondige natuur hebben. Als wij geen zondige natuur zouden hebben, zouden wij ook niet opnieuw geboren hoeven te worden. Want waarom zouden we dan ons moeten bekeren? En waarom? Ja, van onze zonde misschien. Nee, niet alleen van onze zonde, maar we moeten ook verlost worden van onze zondige natuur. En dat kan. De Bijbel noemt dat opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren worden. Dus ik zondig omdat ik een zondige natuur heb. Nou, Markus 7, zoek het snel even op. Markus 7, uit mijn hoofd. Ja, Markus 7, vers 21. Daar spreekt Jezus over het hart van de mensen. Dus niet van één mens, maar van de mensheid. En dan laat hij zien wat er uit jou, mijn hart, voortkomt. En dat is confronterend. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik dat het waar is. Want als de omstandigheden zo worden, heel moeilijk en verdrukkend, dan zie je dat die zondige natuur bij de mensen naar boven komt. En dat mensen die het goed bedoelen van nature misschien wel, die het wel goed willen, ja, kunnen veranderen in een beest. Toen Bagdad viel, nadat de Verenigde Staten Irak binnen waren gevallen. Ja? Wat deden de Irakezen? Ze plunderden hun eigen ziekenhuizen. Dat is toch waanzinnig? Ja, dat je de bank misschien berooft, maar je ziekenhuis. Maar toen New Orleans, ja, toen er getroffen werd door een ramp, zaten er ik weet niet hoeveel duizenden mensen in dat stadion. Maar toen het licht uitviel, brak de hiërarchie, niet de hiërarchie, de anarchie brak uit.
En kinderen werden verkracht. Toen het donker werd. Hoe kun je nog volhouden dat een mens geen zondige natuur heeft? De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig. We hebben allemaal gezondigd. Er is er niet één. Daarvoor is Jezus gekomen. Om ons niet alleen te verlossen van onze zonde, maar ook van onze zondige natuur. Dat we opnieuw geboren kunnen worden. Hier staat dat wat er uit ons hart voortkomt is hoererij, kwade overleggingen, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. Daarom zegt Ezechiël al dat God een nieuw verbond met ons gaat sluiten en dat hij ons een nieuw hart geeft. En wij moeten weer prediken aan de mensen dat zij een nieuw hart nodig hebben. Maar dan moeten ze tot besef gaan komen dat hun hart dus zondig is, dat ze een zondige natuur hebben. Nou, ik weet niet of het altijd wijs is om dat meteen tegen je ongelovige buurman te zeggen. Want de liefde van God moet hen overtuigen. Maar als ze geraakt zijn door de liefde van God, zal de Heilige Geest hun werkelijke aard ook laten zien. De Bijbel zegt, in de psalmen staat dat wij ontaard zijn. We zijn ontaard geraakt. Ja? En dat moeten we heel goed beseffen. Dat is die oude mens. Die zondige natuur, het vlees, mijn oude ik. Ja? Het lichaam van de zonde. Dat zijn allemaal synoniemen die de Bijbel gebruikt. En dan spreekt Romeinen 7 over dat in dat lichaam van de zonde, mijn oude mens, mijn zondige natuur, ja, daar regeert een wet. En dat is de wet van de zonde. Staat in Romeinen 7. Zullen we het even opzoeken, want ik zie u wat glazig kijken. U hebt het een tijdje niet gehoord, denk ik. Ja, Romeinen 7. Ja, Romeinen 7. Daar staat in vers 18, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, in mijn oude mens, in mijn zondige natuur, geen goed woont. Ja. En dan zegt hij in vers 21, ik vind deze regel bij mijzelf. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. En Paulus is bekeerd. Paulus is opnieuw geboren. In 2 Petrus 1 vers 4 staat dat wij deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur van Jezus. Oh, gelukkig. Wanneer is dat gebeurd? Dat wordt beschreven in Romeinen 6. Ja? Ik ben met Christus gekruisigd. In het boek Het Wonder van het Kruis dat ik geschreven heb. Ja, is dat het zevende wonder van het kruis. De zevende keer dat Jezus gebloed heeft. En dan kan er een wonder gebeuren als we dat geloven. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Weet je, die Romeinse soldaat, die had een spier in zijn hand. En hij wist al dat Jezus gestorven was. En toch stak hij met zijn spier in de zijde van Jezus. Waarom? Jezus was al gestorven. Waarom? Dat was een profetische handeling. Zoals heel veel andere handelingen in die laatste 18 uur voor Jezus stierf, profetisch zijn. Ja? Hij stak met een speer in de zijde van Jezus. Want op dat moment, ja, is mijn oude mens met Christus gestorven. Als ik dat geloof. Als ik dat geloof. En er kwam water en bloed uit, zoals bij een geboorte van een kind. Water en bloed, hè? Uit de vrouw voortkomt. En zo zegt God, uit Jezus Christus, ja, komt een nieuwe mensheid voort, die opnieuw geboren is in het Koninkrijk van God, met een nieuw hart en een nieuwe geest. Zoals God bij Adam de rib van Adam nam en er een nieuwe vrouw uit vormde. Zo vormt God uit die zijde, je mag het ook vertalen als rib van Jezus, een nieuwe mens. En ik heb deel aan de goddelijke natuur van Jezus, als ik dat geloof. Hij is niet alleen voor mijn zonde gestorven, hij zegt ook, Wilkin, jouw hart, ja, dat hart dat verlangt te zondigen. En mijn oude hart, dat van de zonde, dat ook verhard is door de zonde, dat wil kicken op de zonde. Wil kicken op de zonde. Echt waar.
Dan kijken jullie allemaal zoiets van, nu zijn we allemaal betrapt. Mijn oude hart tikt op de zonde. Die adrenaline die dan door je heen gaat en zegt, Wilkie, heerlijk. De Bijbel spreekt over hartstochten, zondige begeertes, die komen uit mijn oude hart. Ja? Dat is mijn oude mens en zo leefden wij vroeger. Maar toen ontdekten we dat Jezus zegt, ik geef je een nieuw hart. Ja? En dat nieuwe hart wil niet zondigen. Dat nieuwe hart, dat is het hart van Jezus en Jezus wil niet zondigen. Jezus haatte de zonde. Ik heb daar deel aan gekregen. Aan die goddelijke natuur van Jezus. En alles wat van Jezus is, mag ik nu ontvangen. Zijn liefde mag ik ontvangen. Zijn vrede mag ik ontvangen. Zijn wijsheid mag ik ontvangen. Zijn openbaring mag ik ontvangen. Zijn kracht mag ik ontvangen. Zijn geduld mag Wilke in het bijzonder ontvangen. Ja? En zijn zachtmoedigheid mag ik ontvangen. Heer Jezus, dank u wel dat ik deel heb gekregen aan uw goddelijke natuur. Ik heb het zelf niet. Maar het is in u en ik mag het ontvangen. En dan zegt Paulus in Romeinen 7, zegt hij dit. Ja, ik wil het goede wel doen, die wens is er, maar het kwade is ook bij mij aanwezig en dat doe ik. Dus hij spreekt aan de ene kant over het nieuwe hart en over het oude hart. En hé, het oude hart is er dus toch nog wel. Hè? Ja, dat is die strijd tussen die twee naturen die er nog wel is. Dat zegt hij ook, lees maar met me mee als we het verder lezen. Ja? Hij zegt, want indien ik nu datgene doe, vers 20, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, de wet van de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel, vers 21, als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden, dat is in mijn zondige natuur, zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Er is een wet van de zonde die in mijn lichaam is. En ook al is mijn zondige natuur gekruisigd, ik ben nog niet volledig verlost van mijn zondige natuur. Dat betekent dat ik in de tijd waarin ik nu nog in dit lichaam woon, ik die strijd zal ervaren tussen het oude en het nieuwe. Ja. De wet van de zonde, en dat is een wet, een geestelijke wet, dat ik wil zondigen. Dat is die oude Wilkin, die wil zondigen. Ja, die hangt aan het kruis, maar die heeft de neiging om van het kruis af te komen. Ja? In hoofdstuk 8 gaat hij verder. Want in vers 24 staat, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, God zij dank, Jezus Christus. Nu, maar straks helemaal. Nu, ik moet dus in Christus blijven. Paulus spreekt 164 keer over in Christus zijn, in Christus zijn, in Christus zijn. Dus intimiteit met Jezus hebben. En heb ik geen intimiteit meer met hem? Wow. Als ik 2 dagen geen Bijbel lees, als ik 2 dagen hem niet zoek, dan komt de oude Wilkin van dat kruis. Herken je dat? Gary Wilkinson zei dat. Ik vond dat heel raak. Hij zei dat. Ik las het ergens. En hij schijnt gezegd te hebben, als ik 2 dagen God niet zoek, en niet in zijn nabijheid ben, dan gaat de oude Gary weer reageren. Vanuit mijn oude mens ga ik weer reageren. Ja? Dus we zijn volledig afhankelijk van hem. Intimiteit met Jezus. Tijd nemen. Hè? Continu hem zoeken. Nou, dat is denk ik ontzettend belangrijk. Worden we ooit verlost hieruit? Ja, nu al. In hoofdstuk 8 staat vers 2, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Hé, er is een wet van zonde en dood, dat is mijn oude natuur, en die zegt van, Wilke, je moet zondigen. Je kan niet anders, je wil het. Het zit erin. Het zijn die hartzocht en die zondige begeertes. Maar de wet van de geest, dan heb ik deel aan de goddelijke natuur van Jezus. Als ik met Jezus leef, in Jezus wandel, met hem praat, met hem denk. Ja, voor ik slapen ga, praat ik altijd met hem. Altijd. Als ik opsta, is het eerste wat ik zeg, dank u wel.
Dank u wel dat ik, ja, dat ik mij, wat de psalmdichter zegt, dat ik mij mag verzadigen met uw beeld. Ja? En zo leef ik met hem. En ik weet, als ik niet leef met hem, en de situaties worden ook moeilijk, ik ben druk geweest, dan komt de ongeduldige wilkind naar boven. En voor je het weet krijg je een snauw van mij. Wil ik dat? Helemaal niet. Dan denk ik, ach, ben ik weer ongeduldig. Heer, help mij. Verlos mij. Ja, zegt God, de wet van de geest is sterker dan de wet van de dood. Dus, wat is de wet van de geest? Dat is de wet van het leven. Ik zeg, geest van Jezus. Ik heb niet alleen een nieuw hart gekregen, maar ik heb ook een nieuwe geest gekregen. Geest van Jezus, regeer in mij. Maar ik moet het wel zeggen elke dag. En ik moet er wel naar zoeken elke dag. En als ik er niet naar zoek, ja, en het niet gaat stromen, mijn hart gewoon niet vervuld wordt met de liefde van God. Als de geest van God mij niet aanraakt, elke dag opnieuw. De Bijbel zegt, wordt herhaaldelijk vervuld met de Heilige Geest. Dat staat er letterlijk. Als dat niet gebeurt, lieve mensen, dan gaat de oude Wilkin weer opstaan. En dat is die strijd die we hebben. Die voelen we. Proeft u dat of proeft u dat niet? Als we dat niet leren, de mens, als we de mensen dat niet leren, dan gaan de mensen denken, oh, er is een strijd in mij. En als dan de oude zondige natuur naar boven komt, dan gaan ze de duivel bestraffen. En ik kan u heel wat christenen noemen, want ik kom daar namelijk zelf uit, ja, die dus dat inzicht niet hebben van, hé, maar dat is je zondige natuur en die moet gekruisigd blijven. Nou, dat doet God op verschillende manieren, maar dat is een andere boodschap. Hoe houd ik mijn oude natuur gekruisigd? Hoe doet God dat? Oh. Dat is een heerlijke boodschap, is dat. Die is heftig. Want wij lopen daarvoor weg. Voor de manier waarop God dat doet. Maar als we dit dus niet, als we hier geen inzicht in hebben. Hé, mijn oude zondige natuur speelt op. Dan geven we de duivel daar de schuld van. Dan zeggen we, in de naam van Jezus, duivel verdwijn. En we slaan een slag in de lucht. Dat zegt Paulus ook ergens. Hij zegt, maar dat is geen doeltreffende geestelijke oorlogvoering. Dat is die strijd tussen de twee naturen. Worden we daar ooit van verlost? Ja, weet u waar dat staat? 1 Korinthe 15. Oh, er komt een moment, dan worden we daarvan verlost. En dat is als Jezus terugkomt, dan zal dit lichaam, ja, verheerlijkt worden. En dan zal ik verlost worden in een ogenblik van de tijd. Ja, van ook de zondige natuur. Forever. Forever. Maar tot die tijd zijn we volledig afhankelijk van Jezus en zijn geest. We kunnen niks zonder hem. Jezus zegt in Johannes 15, zonder mij kunnen jullie niets. Hij zegt dat geloof ik 5 keer, maar een paar keer zegt hij het. Zonder mij kun je niets. Dus laten we dat maar even zeggen. Jezus, zonder u kan ik niets. Zeg het maar. Ja? En dat we goed, en dat we hierover praten. Nou, een van de manieren om je zondige natuur gekruisigd te houden, is dat als je zondigt, het te belijden aan God en aan mensen. En die mag u wel opschrijven. Dat leer ik ook de mensen. En ik doe dat ook. Na de zomervakantie heb ik 2 diensten. In onze eigen kerk even dan. In onze eigen kerk. 2 diensten gehad. Waarin ik ook sprak over de strijd tussen de twee naturen. En wat heb ik toen gedaan? Heb ik me zonde beleden op het podium. Ik bedoel echt geen overspel of wat dan ook. Want dat zei verre van mij. Maar ik weet wel. Dat als ik niet oppas. Wat zei Jezus? Wat was in de hart van de mensen? Kwade overleggingen. Wat noemt hij als tweede? Hoererij. Je zegt, Heer, ik ben geen overspeler. Wil ik in je zondige natuur wel? Je zondige natuur wil overspelen. Wow. Dus als ik een zonde van onreinheid heb, dan deel ik dat met mijn vrouw. Als ik gezondigd heb op het gebied van onreinheid, omdat ik iets gezien heb en ik heb daar lichamelijk op gereageerd. En wij mannen zijn daar heel gevoelig voor. Vrouwen, onthoud het. Uw man is daar super gevoelig voor. Elke man. Als je daar niet meer voor gevoelig bent, dat betekent dat je in deze zonde zo gevallen bent, dat je in zonde leeft, dat je hart hard is geworden, dat je er niet meer gevoelig voor bent en je hebt een steeds hardere kick nodig. Het begint met een pin-up plaatje en dan wordt het soft porno, dan wordt het harde porno, dan word je seksverslaafd en je bent keihard geworden. Want zonde maakt je hart hard. Maar als je heilig leeft met Jezus, man, je hebt maar iets nodig en pff, het komt, ja, leven binnen en denk, ah,
En dan leer ik. Ik heb een afspraak met mijn vrouw gemaakt. Dat ik dat dan tegen haar zeg. En ik beleid dan dat het gebeurd is. Zo houd ik mijn oude mens gekruisigd. Begrijp je dat? En dat leren we elkaar. Jacobus 5, vers 16 en 17. Beleid elkander uw zonde, opdat u vergeving en genezing ontvangt, staat daar. Ja? Dus hoe wordt de kracht van God vrijgezet? Als ik zwak ben. Als ik mijn zonde beleid, wordt Gods kracht vrijgezet. Lieve mensen, het is niet moeilijk om Gods kracht in ons midden vrij te zetten. Het is niet moeilijk. Schrijf het maar op. Het is niet moeilijk. Waar begint het mee? Onder andere dus met dus zonde te beleiden. Ja, niet naar God, maar ook naar elkaar. Mijn oude mens wordt gekruisigd, wordt misschien zelfs even tentoongesteld. De Bijbel zegt, in zwakheid zal hij zijn kracht openbaren. Je durft dan zwak te zijn. En wat Nederland nodig heeft, wat Europa nodig heeft, zijn leiders die zwak durven te zijn. Die integer zijn, die transparant zijn, die open zijn, die zeggen, wij zijn gewone mensen. Als je de strijd tussen de twee naturen, ja, als je daar geen inzicht in hebt, ja, dan kunnen er grote fouten gemaakt worden. Vooral in leiderschap. Weet je, ja, ook ik heb deel aan de goddelijke natuur van Jezus. En weet je wat er dan gebeurt? Dan geeft hij zoveel van zijn geest, dat hij zo krachtig door jou heen werkt. Ja? En de een noemt dat de zegen van God, en de ander noemt dat de genezing van God. Ze hebben er allemaal mooie woorden voor, zalving. Maar dat is niet van mij. Het is van hem. En dan toen, en dan werkt God door jou heen, gewoon. Nico uit Hoensbroek. En dan zegt ze, wauw, wat een man van God, zeggen ze dan. En God zegent hem. Maar Nico heeft ook een schaduwkant. Ik heb een schaduwkant. Dat is die oude Wilkin. Maar als ik die verzwijg, als ik daar nooit over spreek. En ik zeg, ja, kom maar op met de. Hier loopt de gezalfde dienstknecht des Heren. Maar wij spreken niet over de andere kant van ons leven, van ons bestaan. Ook als leiders. Als leider zal het voorbeeld niet geven. Wat kun je dan van de gemeente, van de kerk verwachten? We moeten daar eerlijk in zijn, dat ook wij die strijd hebben. Wij durven niet op leiders in te spreken, omdat we zeggen ze zijn zo gezalfd. God gebruikt ze zo geweldig. Ja, maar hij heeft wel een schaduwkant. En wie spreekt er in op zijn schaduwkant? Zeggen die leiders, je mag inspreken op mijn schaduwkant. Kennen ze hun schaduwkant? Lieve mensen, ik weet uit mijn eigen leven. Ik weet wat mijn schaduwkant is. En ik weet dat God me snoeit. Ik heb een tijd gehad, heb mijn vrouw een tijd gehad. En mijn vrouw borstkanker kreeg. En in die tijd ging onze God, onze schaduwkant snoeien. Een periode van 1 jaar tot 2 jaar geweest. En ik heb gehuild en gehuild en gehuild. En mensen hebben ingesproken. Het heeft pijn gedaan. En ik zeg je, lieve schatten, het moet ook pijn doen. Als het geen pijn doet, dan val je weer terug. Heb ik dat gedaan? Ben ik zo geweest? Heb ik dat gezegd? Oh, maar dat wil ik niet. Ja, dat is wel je schaduwkant. En God zegt, ik wil je snoeien. En we hebben God toegelaten om te snoeien. En de hand van de, hoe heet dat, van de God die snoeit, is nooit zo dichtbij in je leven als dat moment. En weet je wat er dan gebeurt? En daarna gaat God zegen geven, zegen geven, zegen geven, zegen. Overvloedig. Ik dacht, Heer, kom ik ooit door dit jaar heen? Ja? En ik heb tegen mensen gezegd, wil je voorzichtig met me omgaan? Ik zeg, wij zijn nu heel kwetsbaar. We noemen dit inderdaad, dit was fout. Dit is niet goed. Het is geen goede vorm van leiderschap. Dit is niet goed zoals we zijn. Hou rekening met ons. Maar dat gebeurt op dat moment niet. Want er komen ook mensen met hun pijn daarboven. Want ik heb ook mensen pijn gedaan. En dan komen ze met hun pijn komen ze naar je toe. Dat leggen ze neer. En op het moment dat je daarvoor vlucht, lieverd, kom je nooit in die tijd dat God jou veranderen kan en meer zegen kan geven. Dus alsjeblieft, hoe pijnlijk het ook is, hoe moeilijk het ook is, omarm het. Ja? En deze boodschap van de twee naturen, die strijd, in het bijzonder ook voor leiders, maar voor ons allemaal, want we zijn allemaal leiders, hè? Toch? Je moet toch ook je leven leiden? Dus je bent een leider, moet je leven goed leiden. Ja? Die boodschap moeten we brengen. Dat is het eerste niveau. Dus we moeten die strijd ook niet strijden. Paulus zegt, Romeinen, Efeze 6,
Strijd niet tegen je vlees en bloed, tegen je zondige natuur. Wat betekent dat? Nou, dan ga je zeggen. Ik ga 's morgens vroeg om 6 uur opstaan. Dan ga ik niet 1 uur, maar 2 uur bidden. En 's avonds voor het slapen gaan, ga ik nog 1 uur Bijbel lezen. Maar ik zal die zondige natuur eronder krijgen. En zeg je, nee, ik ga om 5 uur opstaan, om 4 uur opstaan. Nee, zegt God, er is maar 1 mogelijkheid. In mij zijn. Genade. In mij zijn. In mij, als ik in Christus ben, heeft de oude bij vlees, de oude Wilkin, geen schijn van kans. Geen schijn van kans. Misschien vindt u het niet een goede vergelijking, maar als ik intiem ben met mijn vrouw, denk ik niet aan problemen. Dan denk ik niet aan zorg. Zo is het met Christus ook. Als ik bij hem ben, in hem wandel, dan krijgt het andere geen kans om uit te groeien. Zoals er staat in Galaten 5. Geloof ik was het Galaten 5. In de boekvertaling staat ergens. Dan heeft zonde geen kans om uit te groeien. Goed, dat is het eerste. De tweede is de strijd in de hemelse gewesten. Dat hebben we ook gelezen. Nee, onze strijd is in de hemelse gewesten tegen de boze geesten. Nou, daar gaan we straks over spreken. Geestelijke oorlogvoering. Nou, daar gaan we niet zoveel over zeggen. Het gaat meer over bevrijding. Maar de strijd in de geestelijke wereld is heel reëel. En weet je, ik roem in mijn zwakheid. Wat betekent roemen? Dat ik zeg, God, dank u wel. Roemen is God aanbieden, God prijzen. Is hem bedanken. Dank u wel dat ik zwak ben. Dank u wel dat ik het niet kan. Dank u wel, Heer. En weet je wat God dan gaat doen? Dan gaat hij weg. Dan gaat hij zijn kracht openbaren. Ja? En want die strijd in de hemelse gewesten, dat gaat hij doen. Kan een christen gebonden zijn? Ja, als we spreken over strijd, geestelijke strijd, is dat een belangrijke vraag. Nou, zoekt u maar eens op hoofdstuk 9. En in de vorige seminars heb ik daar heel vaak veel over gezegd. En dat ga ik nu even niet doen. Het staat zeer duidelijk, denk ik, beschreven in hoofdstuk 9 van het handboek. Kan een christen gebonden zijn? Het antwoord is eenduidig, ja. Een voorbeeldje, Ananias en Safira. Petrus zegt, ze waren kinderen van God, zelfs opnieuw geboren. Hoe kan het dat Satan je hart vervuld heeft met bedrog? Satan had een hart. Was hun hart binnengekomen. Had hun hart vervuld met bedrog. Filippus in Handelingen 8 komt Samaria binnen. En wat zegt hij daar? Hij zegt in Samaria, hij predikt daar Jezus. En God werkt mee met wonderen en tekenen. Genezingen en bevrijdingen. Ja. En de mensen bekeren zich. En geloven in de Heer Jezus. Maar wat staat er? Filippus doet niks anders dan de demonen uitdrijven. En de onreine geesten gingen er met luid, hoe zeg je dat? Met luid geschreeuw gingen ze eruit. Ik zeg u, het is niet eens mogelijk eigenlijk om bij een niet-gelovige demonen uit te drijven. Oh ja? Ja. Lees maar bladzijde 5, 9.5. Daar staat, waarom is het gevaarlijk om bij ongelovige boze geesten uit te drijven? Nou, Jezus heeft ons dat zelf geleerd. Hij heeft ons daarvoor gewaarschuwd. Hij deed het ook niet. Sommige mensen vragen zich ook af, ja, waarom, hè, waarom die Syro-Fenicische vrouw kwam naar hem toe. En haar dochtertje was bezeten, ze had het door. Maar hij zegt, ik ga je niet helpen, want ik ben gekomen voor het volk Israël. En het volk Israël, dat waren de gelovigen. Dat waren de zonen en dochters van Abraham. Nou, Jezus deed niks anders. Ja, zeg je misschien, maar dat was voor het kruis. Dat was na het kruis ook zo. Maar wat zegt Jezus in Lucas 11, vers 24? Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. En als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt 7 andere geesten mee. Bozer dan hij zelf. En ze komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Dat moeten we, en dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Trouwens, ik ken maar weinig bedieningen. Eigenlijk ken ik er niet één.
Ja, die gericht zijn op niet-gelovigen, bevrijding bij niet-gelovigen. Dat kan ook niet, want je hart behoort een ander toe. Het kan wel, let op, we spreken over bevrijdingspastoraat. Hè? Het kan wel in de spontane bevrijding. Daar gebeurt het ook, prijs God. Ja, dus er zit iemand in de samenkomst, of in je huis, en dan vindt die confrontatie plaats tussen licht en duisternis. Nou, ik hou ervan. Ik vind het gewoon heerlijk, ik moet eerlijk zijn. Ik vind het heerlijk, want het laat zien van, het is voor mij ook een bewijs van, hey, hij die in mij woont, die is sterker dan die in jou woont. Vind ik heerlijk. Ik vind het ook heerlijk om met occulte mensen om te gaan. Spiritisten, heksen, satanisten. Het zijn fantastische mensen. Ze zijn op zoek naar God. Ze zijn de weg kwijt. Ik heb zo'n bewogenheid voor. Heel veel christenen rennen ervoor weg. Ze zijn bang alsof de demonen overspringen als vlooien. Maar zo is het niet. Hij die in mij is sterker dan die in de wereld is. We kunnen er verhalen over vertellen. En dan gaan ze ontdekken, net als Simon de Tovenaar, de kracht die zij hebben is veel groter. Hè? Oh, dat is mooi. Dat is fantastisch. En dat is bij jou net zoals bij mij. Dat maakt niet uit. Ja? Nou, waar waren we aan het vertellen? Dat zijn de spontane bevrijdingen. Maar in bevrijdingspastoraat is dat niet zo. En als het in de spontane bevrijding gebeurt, moet je zorgen dat zo iemand heel snel Jezus in zijn hart neemt. Dat hij een nieuw hart krijgt. Moeten we hem opvangen? Moet het huis schoongeveegd worden? Moet het huis op orde gebracht worden? Want maanden van hem, dus vriendjes van hem, ik spreek over demonen nu, ja, die zullen terugkomen en zeggen van ja, maar wij geven niet op. En we komen terug. En er zijn nog ergere, grotere jongens met vervelendere plannen dan de eerste. We gaan het gebied weer terug veroveren. En als het huis niet gevuld is met Jezus en met de geest van Jezus, dan maakt zo iemand geen schijn van kans, want het zal erger met hem worden dan in het begin. Lieve mensen, kijk uit wat je doet. Dus breng ze sowieso eerst tot Jezus. Of als een bevrijding plaatsvindt, zo snel mogelijk hen ook bij Jezus brengen. Hè? Wie heeft dat wel meegemaakt bij niet-christenen? Bevrijding bij niet-christenen? Ook of zeg je allemaal hoog? Zo weinig. Oh, ik dacht dat er wat meer zouden zijn. Dat is fantastisch. Ja? Vooral moslims. Heerlijk. Bieden voor moslims. Bieden voor moslims. En vooral Iraniërs. Hè? Wat God onder Iraniërs aan het doen is. Oh, oh. God heeft met dat volk iets voor, jongens. Nou ja, geweldig. Maar zorg dat ze Jezus Christus aannemen. Nou, er zijn dus mensen die denken dat als Jezus mijn leven gekocht heeft, ja, je zou zeggen je levenshuis gekocht heeft, dan denken ze dat alle houtworm en ander ongedierte dat zich in het huis verstopt heeft, dat het automatisch door de voordeur of de achterdeur naar buiten gaat. Maar dat is niet zo, lieve mensen. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar hoe kan dan de Heilige Geest en de duivel in één hart wonen? Nou, 9.6, bladzijde 6, geeft een hele leuke stelling. Ja? Jezus heeft Satan toch overwonnen, dan kan ik toch niet meer gebonden zijn? Nou, stelling 1 is dat mensen denken, dat is de hoofdgedachte, een wedergeboren christen heeft de Heilige Geest ontvangen. Nou, amen, dat klopt. De nevengedachte is, hé, maar de Heilige Geest kan niet samengaan met demonen. Dus de conclusie is, christenen kunnen niet demonisch belast zijn. Nou, als dat waar is, dan is de volgende stelling ook waar. Een wedergeboren christen heeft de Heilige Geest ontvangen. Dat klopt. De Heilige Geest kan niet samengaan met zonde. Dat klopt. Eigenlijk niet. Ja? De conclusie is dan, christenen kunnen niet zondigen. Nou, dat klopt niet. Ja? We kunnen zondigen. Maar er is een verschil tussen zondigen en een zonde leven. Wij zondigen allemaal. Maar als ik in zonde blijf leven, als ik blijf zondigen op dat gebied, bijvoorbeeld op seksueel gebied, of op het gebied van dat ik me niet kan beheersen, mijn woede niet kan beheersen, of wat dan ook, dan zet ik de deur open en dan kan de boze dat deel van je leven binnenkomen, gaan beheersen, gaan beïnvloeden. En daardoor kan ik zelfs uiteindelijk onder zijn volledige controle komen en kan ik in dat deel van mijn leven gebonden raken. Ben ik bezeten? Nee. Ook al gebruikt de NBG, de vertaling, dat woord.
Ja? Het Griekse woord is daimonizomai. En dat is veel beter te vertalen van als in de macht van een demon zijn. Ja? Gebonden, zeggen wij. Een bepaald gebied van je leven, kunnen ook meerdere gebieden zijn, die kunnen gebonden zijn. Maar lieve, lieve, lieve mensen. Wat zijn jullie allemaal? Wij zijn niet gericht op de demonen. Want wie is Heer en Meester van jouw huis? Jezus. En als er mensen gebonden zijn, zeg nooit. Als ik het hoor, dan word ik echt even boos. Maar daarna komt het ook weer goed hoor. Dan komt het ook weer goed. Maar dan zeg ik, zeg dat nooit weer. Jij bent gebonden, je moet bevrijd worden. Weet je wie dat zeiden? Wie zeiden dat tegen Jezus? De fariseeën zeiden dat. Jezus, je bent gebonden door Beelzebul. En jij, je bent niet kosher, zeiden ze. Zeg dat nooit. Als je het ziet, helemaal geen probleem. Helemaal geen probleem. De demonen zijn het probleem helemaal niet. Hoe wij ermee omgaan, dat is het probleem. En hebben we ze lief en houden we van ze. En willen we het leven van God met hen delen. En willen we met hen optrekken. Daar gaat het om. En willen we hen wijzen op Jezus die vergeeft en die geneest en die verlost. Willen we dat. En dan gaat hij heus wel afrekenen met al die duisternis. Nou, dat is de strijd op het tweede niveau. En daar spreken wij deze tijd over. En dan is het derde, daar zal ik niet veel over zeggen, dat is de strijd in je denken. De Bijbel zegt dat er ook dat de strijd, de geestelijke oorlogvoering vindt plaats in je denken. In je denken. En Paulus zegt in de Korinthebrief, ik moet heel even spieken, 2 Korinthe 10 vers 3, ja, dat de duivel bepaalde bolwerken in ons denken heeft aangebracht. Machtige vestingen, die vaak al ons leven zijn binnengekomen toen we nog klein waren. Of door traumatische ervaringen, of door een negatieve omgeving. Bolwerken, hoe denk je over een man, over man zijn, hoe denk je over vrouw zijn? Hoe denk je over God? Dat is allemaal, hoe denk je over jezelf? Bolwerken van minderwaardigheid. Bolwerken van onreinheid. Bolwerken van afwijzing. Bolwerken. Gedachten die zich geworteld hebben diep van binnen. En daar zullen we vandaag later nog over spreken. Als we gaan kijken naar zegen en vloek. Ja? Zijn bolwerken geworden. En dan leert de Bijbel ons dat wij deze gedachten, die niet in overeenstemming komen met hoe God denkt, hoe Jezus denkt, die niet overeenkomen met het woord van God, die gedachten moeten we krijgsgevangen maken. Dus wij moeten regelmatig onze gedachten kennen. Ik las dat wetenschappers gezegd hebben dat de gemiddelde mens, wie van ons is gemiddeld? De gemiddelde mens denkt 50.000 gedachten per dag. Nou, ze zeiden tegen mij, volgens mij heb jij wel het dubbele. Maar dat klopt ook volgens mij wel. Ik had epilepsie. En toen genas God mij in één moment, op een hele bijzondere manier. Ja. Ga alle alarmbellen gaan nu, hoor je dat? Nou. En toen ging ik dus terug naar de neuroloog. Het is alweer een aantal jaren geleden, dus ik moet even wennen aan het woord. En toen hebben ze me weer helemaal gescand. Hè. Dan wordt er zo'n hersenscan gemaakt en toestanden en zo. En toen zei hij, nou meneer Van den Kamp, zegt hij, het ziet er heel goed uit. Je hoeft geen medicijnen meer te slikken. Hij zei, maar, nou, het is nog wel een beetje warrig, zei hij. Ik zei, nou dat kan ik me wel voorstellen. Dat is... Dat gaat soms veel op om in dat bolletje. 50.000 gedachten. Maar wij mogen onze gedachten kennen. Zijn al mijn gedachten, komen die overeen met de gedachten van God? Hé, waar komen die gedachten vandaan? Is de duivel die dat influistert? Of komt dat misschien uit mijn zondige ik? Voor die oude mens? Ja, die op een bepaalde manier gewend is te denken geweest. Zijn dat bolwerken vanuit vroeger? Aha. En die strijd die hebben we ook te strijden. En als ik het scan, dan moet ik die gedachten naast de gedachten van God leggen. Dus ik moet het woord van God kennen. Ik moet het drinken, ik moet het eten, ik moet het woord van God, ik moet het kennen. Ik moet weten hoe God denkt. En dan leg ik het naast zijn woord neer. Ik zeg, God, denkt u nou ook zo? Jezus, hebt u nou ook zo gedacht? Jezus, was dat nou ook een,
zo'n gedachte van u? En dan zegt Jezus, nee, ik denk heel anders. Ik denk heel anders over die persoon. Daar heb jij je gedachten over? Of als vrouw heb je bepaalde gedachten over mannen. Alle mannen zijn hetzelfde. Mijn vader was zo en alle mannen zijn zo. Mijn broer was zo, dus alle mannen zijn zo. Dat is een bolwerk in jouw denken. En dan zegt Jezus, maar dat is niet waar. Het is een leugen. Het is niet de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. En de waarheid is dat er mannen zijn die anders zijn. Ah. Ja, en dan ga je die gedachte krijgsgevangen nemen. Staat in 2 Korinthe 10. Die ga je krijgsgevangen nemen. Deze gedachte neem ik autoriteit over. Kan dat? Ja. Hoe? Door het uit te spreken. Ik heb altijd gedacht dat alle mannen zo waren. Maar ik erken en beleid dat het een leugen is. Op dat moment heb je die gedachte krijgsgevangen gemaakt. Je hebt hem openlijk tentoongesteld en ontmaskerd. Zo heeft Jezus het op het kruis gedaan en zo mogen wij dat doen. En hoe? Door vooral door het met iemand te delen. Feiko, ik heb altijd zo gedacht. Feiko zegt dan, we gaan het krijgsgevangen nemen. We spreken het uit en we brengen het onder gehoorzaamheid, staat er dan van, Christus. Dat betekent, ik wil niet meer denken zoals ik dacht. Ik wil nu denken zoals u denkt. En lieve mensen, dat is een proces hoor. Denk niet dat dat vandaag of morgen in één keer verandert. Maar dat is een proces. Een heel proces van groeien. Samen door te wandelen met Jezus. Heerlijk. Herkent u dat of niet? Ja, herken je het? Maar ken je de bolwerken ook van je eigen leven? Nou, ik kan ze zo noemen hoor. Maar dat doe ik niet. Ik ga er niet mee vermaken. Ja, soms zeg ik al veel te veel. Ja. Maar dat is dus ook een strijd. De strijd in je denken. Ja, er is een oorlog aan de gang. En het slagveld is je denken. Herken je dat? Nou, dat zijn de drie niveaus, denk ik, van waar strijd geoefend wordt. Strijd plaatsvindt. Maar wij gaan het vooral over de tweede hebben. Na de pauze gaan we kijken naar hoe zit de geestelijke wereld in elkaar. En dat moet u weten. Want als u gaat bidden voor bevrijding, hè, en daarvoor bent u hier, of u wilt dat er voor u gebeden wordt, dat kan ook. We hebben 6 blokken onderwijs. De laatste 2 blokken gaan we onderwijs geven door de praktijk. En dat is heerlijk. Want dan doen we het zoals Jezus het ook deed. Hij deed en leerde. Dat deden de discipelen ook. Ze deden en leerden. We gaan dus bidden. Wat is het vandaag voor dag? Vrijdag? Zaterdagmiddag, dus morgenmiddag, gaan we de hele middag bidden voor mensen. Ja? En daar gaan we ook naartoe werken, deze 6 blokken. He, daar gaan we ook naartoe werken. Dat is al een proces. En dan gaan we ook gewoon dingen uitleggen. En u zult zien, we doen het heel ontspannen. En ik hoop dat de liefde van God weer op een bovennatuurlijke manier in ons midden zal zijn. En dat God mag werken. En dan leggen we af en toe ook gewoon uit, waarom doe ik dit? Of waarom doet iemand dat? We hebben een heel team van mensen meegenomen die ons daarin helpen. Die ons daarin ondersteunen. Dan gaan we een machtige tijd met elkaar beleven. Ik weet het nu al. Waarom? Want hij heeft het elke keer zo gedaan. En elke conferentie denken we van, nou, man. Jan Dikkie, dit was wel de top of the limit. Hè? Wat was God liefdevol? Wat was hij krachtig? Maar dat denken we elke keer weer. En we blijden ook nu. We hebben vanmorgen avondmaal gevierd, heel vroeg. Het was meer de ochtendmaal. Avondmaal gevierd en we beleden, Heer, wij zijn zwak, maar u bent sterk. Ja, u bent in ons, u gaat dat doen. Dus we mogen daar veel verwachting van hebben. Ja? Dus 6 blokken onderwijs. En daar zal ook wel een stukje praktijk al wel in voorkomen. Maar vooral die laatste 2 blokken, praktisch onderwijs. Ja? Het tweede blok gaan we het hebben over de geestelijke wereld. Want als u niet weet hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, begrijpt u straks niet waarom wij bepaalde dingen doen. Dan gaat u dat niet begrijpen. Dan zegt u van, nou, dit is voor mij echt hocus pocus. Zegen en vloek begrijpt u niet als u de geestelijke wereld, als u niet een beetje ingeleid bent in de, hè, een beetje rondgeleid bent in de geestelijke wereld, dan begrijpt u dat niet. Als we demonische banden gaan verbreken, maar u bent niet rondgeleid in de geestelijke wereld, dan weet u niet wat we doen. Dan zegt u als hocus pocus, maar dat is geen hocus pocus. Wat wij op de aarde ontbinden, zal in de